Cambuur bij Leeuwen-Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fun zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Henk de Jong, droom je alles van een huldiging voor de Alhoven? Nee, een seconde. En na vanavond, je ziet vanavond dat wij echt heel goed moeten zijn. En we winnen dan nu, maar die moet je niet wekelijks hebben. Dus we zullen door moeten, weer de knopje omzetten en weer goed voetballen. Goed trainen. We doen die jongens elke dag hoor. Dus het is ook niet bewust, maar we hadden het vanavond moeilijk. En ik vond dat we niet echt het Cambuur waren wat ik gewend ben. En laten we daarvan leren. Dus ik denk nog niet aan Aldehoven. Maar het is ook niet zo dat ik denk, we kunnen geen wedstrijden winnen. Maar dat zie je vanavond. Ook deze wedstrijden winnen we. Alleen ik vind wel, als trainer moet je ook wat kritisch zijn op als het niet goed gaat. Dus het zal wel beter moeten. Ja, maar je hebt nu eigenlijk 3 traditioneel lastige wedstrijden gehad. Eindhoven uit, Roda uit, Jong AZ thuis. Ook altijd wel lastige tegenstander. En die win je toch, ondanks het soms wat slechte spel, redelijk gemakkelijk. Ja, die andere wedstrijden waren trouwens goed. En deze was wat minder goed. Hè? Ook de kwaliteiten van Jong AZ zitten goede spelers in hoor. Zo, en die winnen niet voor niks van de Graafschap. Maar het klopt wat je zegt, je haalt wel 9 punten eruit. Dus ja, we staan 39 punten en we moeten nog 3. Dus er zijn nog 9 punten te verdelen. Nou, ik hoop dat we er nog een aantal van pakken, dan staan we er goed voor. Ja, want als je onder de beide 72 punten haalt, dan promoveer je. Ja, maar zo vet denk ik nog niet. Hè. Ik weet dat er nog 9 zijn, dus we kunnen op 48 komen in de winterstop. Dat zou geweldig zijn, dus dat proberen we. Ja, en dan Jong AZ. Hè. Ralf Seuntjes zei van dat ze hoog druk zetten. Was chagrijnig die lange bal niet gespeeld wordt. Hebben jullie daar ook over gehad in de voorbereiding? En, want de lange bal werd vaak gespeeld. Ja, maar wij willen liever opbouwen. Maar zij zetten wel goed druk. En kijk, het is jammer dat die 0-1 komt. Maar eigenlijk ook wel mooi, want dat is ook ons voetbal. Hè. Wij willen ook dat Sonny voetbalt. En dat het dan een keer gebeurt dat er een goal in gaat. Ja, dat calculeer je. En ik denk dat het nog 1 of 2 keer gaat gebeuren. Het is even vervelend dan. Maar daar voetballen we wel weer goed uit en we komen op 2-1 en daarna werd het eigenlijk wat minder. We hebben een aantal keren de kans gehad om echt eruit te counteren. Hè. Dus een bal voor een bam kwamen we echt door met 4-2 een keer. Ja, dat spelen we niet goed uit, wat normaal onze kracht is. Maar het was niet een topavond. Nee, en toch 3 punten. Alleen ja, in amateurteams, in kelderklasse teams zie je vaak hoe korter de dagen, hoe kouder het wordt, hoe kleiner de selectie. Maar dat lijkt hier ook wel een beetje te gebeuren. Ja, het is even heel smal, klopt wat je zegt. Hè. We hebben nu nog 15 spelers. Nou, er zal vanavond 1 of 2 afgaan. Dus dan wordt het even smal. Dus we moeten zien dat we wat jongens terugkrijgen. Dat is werk voor de doktoren en fysio's. Maar dat is voor volgende week. Eerst maar even genieten 2 dagen. En dan gaan we weer naar volgende week toe werken. Maar is het dan ook zo dat jij wat verlangt naar die winterstop? Er komen nog allemaal belangrijke wedstrijden aan natuurlijk. Maar dat je denkt, oh, een paar weken rust zou wel fijn zijn? Nee, spelen. We weten gewoon dat we moeten spelen. Daar ben je speler voor, trainer voor. Je weet dat het pas gebeurd is na de laatste wedstrijd. Dan is het vakantie eventjes, 10 dagen. En dan gaan we weer. En dan ga je weer week tot week. Zo denk ik nooit. Ja, want er komen wat wedstrijden aan. Hè? Voor de winterstop, Jong Ajax, Excelsior. Na de winterstop gelijk Volendam. Ja, als je die allemaal wint. Ja, maar zover denk ik. Dat zeg ik al een paar keer. Het gaat wedstrijd tot wedstrijd. En vanavond heel blij met de punten tegen dit Jong AZ.